Hallo, mijn naam is Milo Grootjen van het Artis Planetarium. En in die mooie koepel daar kun je naar elke planeet reizen die je maar wil. Maar aan de echte sterrenhemel is nu ook een hele mooie rode planeet te vinden. En ik dacht, laten we maar eens bij die koepel naar binnen gaan om te kijken waar die rode planeet dan te vinden is aan de hemel. Oké, dit is hoe de sterrenhemel er rond een uur of 10 s'avonds de komende maanden uit zal zien. En we kijken hier naar het zuiden. En het is makkelijk dat te herkennen, omdat daar 3 heldere rode stippen aan de hemel te vinden zijn. Hier is de rode superreusster Betelgeuse in het sterrenbeeld Orion. En nog 1 in het sterrenbeeld Stier, Aldebaran. En nog iets meer naar rechts vind je een heel erg helder object. Een beetje oranje-rood gekleurd. En het is geen ster, maar het is een planeet. De planeet Mars. Als je goed naar Mars kijkt, zie je dat deze niet flonkert, net zoals andere sterren dat wel doen. Maar dit is een planeet en die staat als een hele heldere punt aan de hemel. Hij is echt heel makkelijk te vinden en het is een van de eerste objecten die je 's avonds ook aan die zuidelijke hemel ziet staan. Waar komt de kleur van deze planeet vandaan? Laten we daar maar eens een kijkje gaan nemen. We vliegen gewoon even naar Mars. In de bodem van Mars is veel ijzer aanwezig. Door oxidatie, oftewel roesten, van dit materiaal heeft de planeet een okerkleurig aanzicht gekregen. En kijk je met een telescoop naar Mars, dan kun je aan de boven- en onderkant ook 2 kleine witte vlekjes ontdekken. Want net zoals de aarde heeft Mars 2 poolkappen. Mars is nog de hele winter aan de hemel te vinden. Probeer het maar eens, hij valt echt ontzettend op. En als je nou verder dan die planeet wilt gaan reizen, dan zie ik jullie in het planetarium. Dag!